Maar we beginnen aan deze tafel, met eten dus. En ook, dat gaat niet altijd zonder stress gepaard. Catherine, this turkey tastes half as good as it looks. I think we're all in for a very big treat. Save the neck for me, Clark. Okay, Eddie. Look at that. Oh, it's just a little dry. It's fine. Ja, het kan af en toe misgaan natuurlijk. Dat benieuwd of zo met de tafel hier ook misgaat. In kerstsfeer uiteraard van Dien Pluijf. Met drie geweldige kerstengelen op de tafel. Namelijk Isabel Boerdam van de Hippe Vegetariër. Marcus Polman, culinair journalist. Die kennen we ook als vleesman. Echte vleesman, zullen we zo meteen zien. Jurylid ook trouwens bij Masterchef. En jouw foodblog heet trouwens de Hippe Vegetariër. Dat is bijna vergeten. En René Pluijm, nou ja... Met name de eetgewoonteverbeteraar. Dat vind ik toch het mooiste woord eigenlijk. Woord, verder alles natuurlijk. Zo'n nieuw woord, ja. De vliegende kok, noem ik hem ook vaak. Maar eetgewoonteverbeteraar is een mooie. Die scène die we net zagen trouwens, is dat herkenbaar of niet? Zo'n mislukt kokkie? Nou ja, het is, mensen zijn bang om dat soort dingen te doen. Mensen zijn überhaupt een beetje bang om te koken de laatste tijd. Ja. En kalkoen is dan ook kalkoen, trouwens. Kalkoen? Laat ik hem gelijk maar even pakken. Kalkoen. Dit is een free-range kalkoen. Oh, dat je toevallig meegenomen. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Dus we kunnen hem laten aansnijden. Maar mensen maken zich druk over de bereiding. Als je zo'n kalkoen koopt, deze is ook helemaal gevuld. Ik ben onlangs op de farm geweest van Copes in Engeland. Wat zeg je nou? We moeten even naar kijken. Hij is op de farm geweest. Plan. Kom maar op. Ik zeg talking about free-range. Yeah. Free-range is a word. It's almost a marketing tool for a lot of companies. Yeah, yeah. What is your vision on free-range? Well, our free range, we see our turkeys being totally free range and truly free range. Yeah. Compared to there's some other commercial lines where the birds will have the option of going outside but don't because the food's always inside. Yeah, yeah, yeah. Whereas our birds, as you can see today, they're free. We take our birds all the way up to 26 weeks old, 26, 28 weeks old at slaughter. So that means they really are at full maturity in terms of their turkey life cycle. But also from 6 weeks to 26 weeks, they are free range. Ja, dit moeten we even zien, want kijk, die kalkoen wordt onthuld. Daar ligt een ribeye. Isabel, jij is vegetariër. Had je willen weglopen of hou je nog een beetje vol aan deze tafel? Nee, ik overleef het nog. Ja. Maar je schrik je. Ik ben wel... ja, dit stuk vlees was wel buitengewoon indrukwekkend. Echt, prachtig dit. Het bloed loopt er net niet uit. Als je dit kan doen. Laat je dan een glaasje bubbelwijn. Ja. Drink je? Ja, graag. Ja, bubbelwijn uit Slovenië, jongens. Rode dubbelwijn uit Slovenië. We gaan meteen nu wel drinken, ja. Dat is natuurlijk. Ja, vind ik ook. Drinken tegen de regel. Maar Isabel, mag ik even jou vragen? Als je dit ziet, want ik vond het geweldig. Ook voor de uitzending zag je dit al. Dat werd hier neergezet. Je schrok je helemaal suf. Nou, dit is voor mij wel echt een enorm dood dier wat hier ligt. Ik zei het net al tegen Marcus. Maar ik had het toch een stuk leuker gevonden als deze in de wei had gelopen. In plaats van hier ligt gewoon een koe. Maar je hebt vegetarisch. Die zeggen, ik ga zover dat ik er ook niet naast wil zitten. Nee, ik niet. Mijn familie, daar zitten ook vleeseters in. Mijn vriend eet ook buiten de deur vlees. Dat overleef ik allemaal prima. Dat mag wel buiten de deur, maar thuis mag het niet. Hij mag wel, maar ik kook zo lekker vegetarisch dat hij natuurlijk met me mee eet. Jij kookt zelf, hè? Dat doe je tijdens de feestdagen. Ja, zeker. Je vindt koken leuk? Ik bedoel, echt, is voor jou een soort ontspanning ook? Ja, absoluut. Ik neem er graag de tijd voor. Als ik de tijd heb, dan met kerst, om ook stress te voorkomen, sta je gewoon lekker de hele dag in de keuken. Muziekje erbij, maak ik een mooi gerecht met allemaal groenten voor al mijn vrienden en familie. Dus daar hou ik echt onwijs veel plezier uit. Marcus, doe jij trouwens ook thuis koken? Of niet? Ja, doe ik graag. Ja, ik zeg wel meteen erbij, ik ben niet zo'n doordeweekse koker. Geen zorgkoker. Ik ben meer van de categorie showkoker, die in het weekend helemaal losgaat en allemaal leuke adresjes afloopt. En dan met mooie Maar hier heb je dan ook wel gelijk het mooiste stuk vlees. Hoe vind je dit eruit zien? Een kok, nou ja, ik wil geen vulgaire opmerking maken, maar... Nou, dat ga ik niet zeggen, maar een kok wordt daar opgewonden van, laat ik het zo zeggen. Het is zo'n mooi stuk vlees. De Cote Buff is het mooiste deel van het runder, maar dit is de runderribstuk, het zit bij de rug, ook voor jou, de rug van de koe zit het. Maar dit zijn wel beestjes, dat vind ik wel belangrijk, omdat die echt wel een heel fijn en goed leven hebben gehad. Dit is Aberdeen Angus vlees. Dus geen Black Angus, wat je ook vaak op de menukaart ziet. Maar Aberdeen Angus, dat is echt zeg maar de Rolls Royce onder de runderen. Ja. Beestjes die vrij hebben rondgelopen. En dit is dry aged, droog gerijpt. Dat geeft nog extra, dat weet jij. Dat is apart afgehangen. 3 weken ongeveer?
Ja, de zes weken zelfs. Zes weken droog geruimd. En vroeger werd dat natuurlijk ook gedaan met wild, hè, door boeren in de schuur. Ja. Dat was gewoon heel normaal. Hele, ja, het hele karkas door het midden gekliefd. Heb je nog even? Ja, maar ik zie jou kijken met afschuw. En dan denk van, oké, ik eet zelf denk ik 85% groente. Ik ben wat tegenwoordig modieus flexitariër. Weet je, ik eet minder vlees. Dit dier heeft een goed leven gehad. Dit dier is niet in een slachthuis op een industrieterrein vermoord. Wat naar mijn mening gebeurt. Dit dier heeft vrij rondgelopen, heeft gegeten wat hij wil. En ja, kijk, qua duurzaamheid is een koe natuurlijk niet het allerbeste. Ik bedoel, CO2-uitstoot, land, 25.000 liter water. Ja, 25.000 liter water voor een kilo vlees. Dat is niet helemaal oké. Maar wat ik dan zeg is, eet, want het vlees is zo lekker. Ik kan er zo van genieten. Ja. Eet dan vlees waar leven in zit. Jij zegt, dit is erg dood. Ja. Ik vind het niet dood. Dit dier heeft leven gehad. Ik ben ervan overtuigd dat je het leven wat dit dier heeft gehad, dat je dat voelt als je het eet. Dus ik zeg, laten we met mate beginnen. Ben je nou overtuigd? Laten we minder vlees eten. Nee, voor mij, dit beest heeft leven gehad. Een gelukkig leven. Het was mooi geweest als hij dat leven had kunnen houden. Dat dier? Dat verdient hij wel. Net op dit moment ook. Terwijl Isabel een praten is. Isabel, maak je nou maar een zin. Dat is als verroen van ons. Dat begint te kolken als we dit rauwe vlees zien. Maar wat ik ook belangrijk maar vertellen, Isabel. Waarom ben je niet overtuigd? Dit beest heeft een gelukkig leven gehad. Het was nog veel mooier geweest als hij dat leven had kunnen voortzetten. En waarom zouden wij vlees eten als we een supermarkt hebben en een groenteboer en velden waar zoveel mooie lokale groenten in groeien? Je kan met groenten zoveel doen, zoveel smaakcombinaties. Ja. Ja, maar mag ik daar niet over zeggen? Want het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Deze code buff, die moet je sowieso met liefde behandelen. Weet je moet hem ook een beetje zo deppen, dat hij mooi droog is en daardoor die mooie Maillard-reactie krijgt op de barbecue. Dat het mooi bruin, goudbruin wordt. Ja, moet je even uitleggen, Maillard. Ja, dat is misschien dat is die mooie bruining. En dat geeft heel veel smaak aan het vlees en het ziet er heel goed uit. Maar dat betekent niet dat dit ook heel lekker is als je wat gegrilde groenten op diezelfde barbecue legt met lekkere pastinaak of met worteltjes. En dan ik ben blij dat jullie de groenten kunnen waarderen. Dat kan ook, hè. Dat ik kan hier ook een stukje van jou neerleggen en zeggen, jij smaakt zo lekker. Nou, wil je dat proberen? Als er mensen gaan genieten, dan ja. En ik ben het met jou eens, René. Kijk, dit is natuurlijk een iconisch stuk vlees. Ja. Dit ga ik met de kerstdagen met mijn vrienden en familie bereiden en eten. Maar dit eet je natuurlijk, wat jij ook zegt, niet elke dag. Weet je wel? Dat is helemaal niet nodig. Ik heb dit ook geroepen in Engeland. Toen ik op die farm van de familie Kopas was, van deze prachtige kalkoen. De lekkerste kalkoen die ik van mijn leven heb gegeten. Serieus. Die beesten leven op een landgoed. Je wilt niet weten hoe mooi. Die eten wat ze willen. Ja. Dat proef je en dat voel je in het eten. En dan zeg ik, eet dan minder vlees. Dus neem dan niet die 2,5 ons die wij willen. Neem dan 100 gram, 120 gram. Of eet één keer in de week vlees of twee keer in de week vlees. Eet minder. Ik sluit het ook niet uit. Ik ben bijna vegetarisch. Dus ik ben heel erg van de groenten. Ik hou van groenten. Ja. Misschien vind ik dat nog wel lekkerder dan vlees uiteindelijk. Zelfs. Maar eet dan een heel goed stukje vlees. Ja, en bewustzijn, dat is het woord. Bewustzijn, genieten. Ja. Dus als je dan voor kiest bewust om met hele erge mate vlees te eten en alleen maar goed vlees, dan kan ik daar niet tegen zijn. Maar zelf ben ik echt heel erg om te promoten en aan Nederland te laten zien van eet niet uit gemak of uit gewoonte vlees. Maar wat heb jij dan meegenomen? Een pompoen. Aha. 9 kilo. Ja, ik wou net zeggen, met kerst kies ik graag voor de groenten met de aardse smaken, de romige smaken. En dan kan je daar wat knisperende groenten aan toevoegen. Nou, een pompoen is een hele mooie voorbeeld van zo'n groente waar je ontzettend veel mee kan. Ik heb laatst een 7-gangen pompoenmenu bereid. Dus in iedere gang zat pompoen. Van de pompoenscoon tot de pompoenbonbon tot de geroosterde pompoen. Maar word je daar niet een beetje gek van? Dan denk je weer pompoen? Nee, ik vond het een uitdaging. Ik wilde graag laten zien wat je allemaal met groenten kan. Dat is wat ik op mijn blog ook doe. En waar leidde de uitdaging toe? Stel dat ik bij jou aan tafel had gezeten. Ik had er wel een opmerking van gemaakt, denk ik, naar het 4 of 5 gerecht. Doe mij nog een stukje vlees erbij. Ja, bijvoorbeeld. Nee, dat zeggen wij. Ik ben wel heel erg met Isabel eens. Met groenten kan je zoveel doen. En het probleem tussen aantekeningen is dat mensen het niet weten wat ze ermee kunnen doen. Wat je allemaal aan bereiding kunt doen met groenten. Ja. Het is een wereld op zich. En elke keer komt er een nieuwe structuur en nieuwe geen vlees smaak nodig. Naar voren. Je hebt het niet nodig. Nee. Als je weet hoe je het bereidt, dan heb je geen vlees nodig. Je hebt wel goede spullen nodig, je moet je ergens halen. Ik heb even een paar cijfers die we ook willen bekijken. Kijk maar eventjes, wat doen mensen? Die kopen massaal bij de supermarkten. Hier dit, kerstomzet van de supermarkten. Dat vonden we toch zo'n mooi getal. Dat zegt eigenlijk nog niks, 724 miljoen. Maar ruim 100 miljoen euro meer dan tijdens een normale week. Weet je, dat is echt gigantisch veel. En dan heb ik meteen door naar die afhaalmaaltijden. Daar wordt ook veel geld aan besteed. Dat kunnen we nu even bekijken. De afhaalmaaltijden, moet je kijken. Eerste kerstdag, 100.000, ik vind het veel. 300.000 maaltijden. Ja.
En dan komt de tweede kerstdag nog. Woep, 150.000, 450.000. Gigantisch. Ja, ja, nu raak je iets bij mij, Paul. Dat bedoel ik. Nu raak je hebt een speciaal voor jou. Ja, nee, ja, dat wil je jou even raken. Nee, want het sluit aan op het verhaal van Maarten. Nog net niet. Maar als we dan gaan uitgaan van de kerstgedachte. Ik bedoel, hoe christelijk is het dat wij ons hier tot onze tax vol proppen met eten. Dat we bijna niet meer, dat we bijna omrollen. Terwijl aan de andere kant van de wereld mensen honger lijden. Terwijl we hier vluchtelingen in flatgebouwen die slecht eten krijgen. Weet je wel, ik snap het niet meer. Ik vind dat we nogmaals dat we minder moeten consumeren. Want we vreten onze eigen toekomst op. De aarde kan niet blijven leveren wat wij produceren en consumeren. Maar wat doe jij dan met die kalkoen? Die kalkoen, dat zal ik je vertellen. Dit is een kalkoen, die gaat in zijn geheel in de oven. Heel makkelijk te bereiden. Die ga ik delen met 15 mensen. Ja, dat is mooi, hè? Zo'n dingetje kost, want het kost hier 110 euro. Maar die kan je met mannetje of 10, 12 kan delen. Ik ga dat helemaal verpakken in groenten. Heel veel groenten op tafel, soepen, salades en dat soort dingen. Maar het vlees wil verhullen eigenlijk, lijkt het. Wat zeg je? Het lijkt nog iets vlees wil verhullen. Nee, helemaal niet. Nee, maar hier, dit vlees heeft een hogere voedingswaarde, want het is goed vlees. Ja. Dit is geen kiloknalvlees. Dit is echt vlees waar leven in zit. Dus je hebt er minder van nodig qua voedingswaarde. Bovendien is het zo verrot lekker, als ik het even mag zeggen. Ja, maar is het lekker? Ik vind het dus ook heerlijk. En veel mensen zeggen dan tegen mij, ja, maar het is heel droog en kalkoen. Ja, dat is de standaard. Nee, dat ligt aan de bereidingswijze. Ja. Hier krijg je een hele gebruiksaanwijzing bij. Dat gaat in de oven. Ja. Anderhalf uur, je kunt met je gasten aan tafel zitten, chit-chatten. En ondertussen roostert dat ding zichzelf. En kun je even een wedstrijdje van maken. Want dit snap je hoe lekker dit is. En jij hebt ook al iets verteld, Marcus. Maar hoe lekker is dit? Nee, kijk, wat ik dan niet begrijp. Jouw verhaal helemaal. En kijk, als het nou heel lekker is, wat jij zegt. Dan ben ik misschien een gulzigaard, maar dan wil ik meer. Nee. Dus doe mij dan gewoon, snijd dit even aan. Nee, kijk, dit is wel heel asociaal. Maar doe dan mij gewoon echt goed. Ja, maar hoe groot is dat? Ja, als ik dat dan 3 ons? Nou, dit is een stuk vlees. Dit is bijna 10 kilo. Maar per persoon? Nou, kijk, ik denk dat je als je gemiddeld, als je dit doet voor 2 ons bijvoorbeeld, hè, je snijdt dit aan, je trancheert dit, hè, en leg je het nog even op de barbecue, en dan trancheert het zo in stukjes. En als je dat voor iedereen doe je, nou, 180, 200 gram, weet je wel, dan doe je het goed. Maar als mensen dat heel lekker vinden, ja, ik eet ook wel eens in een steakrestaurant. Blijf luisteren nu naar mij. Echt. Zo 1 steak, zo'n Côte de Bœuf, en dan zie je 300-400 gram, met een lekkere, fris, zure, lobbige bearnaise saus en die frieten die je daar zo lekker in kan dopen. Ja, dat vind ik heel lekker. En dan wat is er mis met net even iets minder eten dan je eigenlijk zou willen? Ja, op een gegeven moment heb je een tax en een stopje. Maar het is, als het lekker is, is het lekker. Ja. En dan wil ik dat ook. Dat doe ik niet elke dag, maar dan wil ik dat ook niet met mate doen. Hoeveel dagen per week eet je dan vlees? Ik denk 3-4 keer per week. En doe ik af en toe vis en dan ook lekkere groentes. En de andere dagen pompoen? Ja, pompoen, quinoa met een lekker geroosterde pompoen of zo. En wat andere. Vegetarisch komt ook voor? Geen visvlees? Ja, dat komt dan voor. Ja, en dat ik geen vis neem. En dan wissel je dat een beetje af. Dat is natuurlijk ook, dan kan je dit ook veel meer waarderen. Vinden jullie vis lekker eigenlijk of niet? Want er staat geen vis op tafel. Ja, de fritters. Nou, een lekker sliptongetje of zo. Vind ik wel heel Wacht eens even. Je hebt het over vis? Hey. Hij heeft nog wat. Ja, ik durf. Nou, dan mag jij eerst. Ik heb ook nog een verrassing. Ik heb ook een verrassing. Ja, doe maar even. Ik durf het bijna niet. Maar we hebben het over kerst. Een kerstgewoonte op IJsland. Ik weet, de kijkers die het gezien hebben, die hebben gezien dat ik 1 keer in mijn leven iets heb uitgespuugd op televisie. Ja. Namelijk gefermenteerde haai. Fijn beeld. Nou, heb ik hem. Ik heb hem hier bij me. Ik heb wel nu echt helemaal. Zij die pluims eetbare wereld aflevering IJsland hebben gezien. Die, ja, ik heb hem helemaal ingepakt, maar hij zit nu nog in de folie. Maar dit is een vis die een haai en die laten ze dus gewoon rotten eerst en vervolgens laat ze hem drogen als een, zoals een parmaham in de wind. En ik durf hem niet open te maken, echt, want die cameraploeg loopt weg. Maar doe maar. Het is een robotcamera. Ruik maar even hier. Oh, man. Oh, dat is smerig, zeg. Oh, wat vies. Nou, ik liep dus daar. Rotte bedoel, hoe omschrijf je het? Het is gewoon rot. Nou ja, dat is het dus. Het is gefermenteerd. Dus ze laten het onder de grond. Laten ze het en dan moet je het al schoon snijden. Oh nee, rijm het op. Je snijdt gewoon zo'n stukje af en dat eet je. Nou, ik jongen, echt, als je dat item ziet, als ik mijn eigen gezicht zie. Handen ruiken ernaar. Tranen in mijn ogen. En je merkt het nu, die hele studio begint te meuren nu naar dat spul. Dus ik laat hem maar in de zakje zitten. Ik kan het jullie niet aandoen, zeker jou niet. Maar je kunt ook lekker eten. Je kunt ook lekker eten bij de vishandel. Dat niet verrast. Ja, nee, even. Kijk maar even, we zijn bij Visserikken langs geweest. Nou, kerst. Ik denk dan dit jaar maar weer een garnalencocktail. Of heeft u nog iets leukers? Nou, daar moet je niet bij ons zijn, hoor. Je kan hem gerust kopen, een garnalencocktail. Maar ik had duidelijk voor de luxe schelpen die wij hebben.
kokkieschelpen, de rivierkreeftjes en de garnalen. Lekker makkelijk als voorgerecht. En als hoofdgerecht hebben wij onze tong Wellington. Het is makkelijk te bereiden. Een paar plakjes deeg, je doet de tong tussen, pesto. En dan 20 minuutjes in de oven, 180 graden. Het is een luxe product. En ik zou zeggen, eet er lekker van. En we hebben nog een lekker voorgerecht. Ze zal hem Amerikaan. Filet, zelf bereid. Formule hebben we uitgevonden in samenwerking met de groothandel. Dat geheim vertellen we niet. En hebben we de speciale zeewierwafeltjes bij. Dus ik zou zeggen, hele fijne visdagen. En een visgezond 2016. En ik zou zeggen, geniet ervan. En laat ze smaken. Nou, geweldige man, hè? Dat accent past erbij dat ik een uur naar luisteren. Dat is helemaal, ik krijg er bijna zin in. Ook als je misschien... Nee, rode bieten carpaccio's en courgette spaghetti. Ik zou je echt willen verrassen. Maar die zeewier is misschien best leuk. Die zeewier crackers die je net liet zien. Die... Zeewierproducten zijn heel gaaf. Het is toch heel hot op dit moment. Ja, een lekkere smaak ook. Welke kant gaat het nu op? We zitten hier over eten te praten. En dan hoor je altijd van iedereen roepen... de trend wordt meer vlees, de trend wordt meer vegetarisch, de trend wordt meer dit. Iedereen praat in zijn eigen straatje. Maar wie van jullie kan eerlijk zeggen welke kant het op gaat? Nou, ik kan niet in een glazen bol kijken. Maar wat ik heel heugelijk vind, en dat geldt voor carnivoren, zoals ik en vlees eten, maar ook in het algemeen, dat je een hele belangrijke stroming hebt in Nederland van mensen die steeds bewuster gaan eten. Er is een hoze aan programma's op televisie over eten. De bloggers, waar jij er een van bent, die hebben heel veel publiek weten te trekken. Omdat mensen wel steeds, volgens mij, steeds bewuster voedselkeuzes maken. En er is ook een enorm aanbod. En ik ben daar heel blij mee. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. En daar zijn mensen ook bereid om soms, bijvoorbeeld voor dit stuk vlees, wat meer te betalen. Ja, maar de woorden uit de mond. Met helemaal totaal. En dat vind ik. En dat is een belangrijke trend, denk ik. En het gaat ook om het verhaal achter het product. Je wil weten waar het vandaan komt, hoe het gemaakt is, of het met zorg geproduceerd is. Dat zie ik ook bij het communicatiebureau Ketchum, waar ik werk. Daar werken voor mooie foodklanten. Daar is echt veel vraag naar innovatie en duurzaamheid op dat gebied. Maar het is heel lang beperkt gebleven tot dit verhaal. Tot laten we 5 of 10% van de bevolking die vindt het leuk. En de rest denkt, nou, dat zag je al gisteren. Nee, het is dingen bezorgen. Dat bewustzijn is duidelijk aan het groeien. Ja, er is een kentering. Mensen willen inderdaad de herleidbaarheid van hun, wat ze tot zich nemen, willen ze weten. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ja. Dat is natuurlijk mijn streven. Ik wil mensen inspireren om ga alsjeblieft echt eten. Ga dan, als je vlees eet, eet dan dat vlees. Ah, dit is een illustratie. Dit hier staat gewoon het kaartje bij. De Aberdeen Angus, Code Buff, 6 weken dried van de Eastern Farmhouse. En dat is niet alleen een marketingverhaal, maar daar komt traceerbaar dit stuk vlees daarom vandaan. Daarom ga ik in mijn programma naar de oorsprong. Daarom sta ik op de kopers, sta ik tussen de kalkoenen om te laten zien van hier gebeurt het. Ja. Er staat net geen naam op. Dit was Antje. Ja, dat is toch mooi. Ja. Ja. Ja, blij dat jullie komst. Alleen, René, zeker dat jij bent. Alleen zo jammer dat je die stank hebt nagelaten. Dat is niet te geloven. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik moet dat even weggespoelen zo meteen. Geen geurtelevisie. Nee, nou ja, dat ga ik even reclame kijken en dit eventjes heerlijk proeven. Nou, ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. Dank je wel. Goed zo. Goeie leven. Hartstikke idee.